Ja, meisken, daar zijn we weer. We zijn weer in Kolm. De laatste dag van Kolm voor we doggen uit voor ons dorp. Geweldig dat er zoveel mensen komen binnen. Kolm, laat je me eens even heren. Zie dat moeten we hebben. He? Het dorp op elkaar zetten. Het groene dorp. De poort voor het Lauwersoog. Meisken, meisken, wat een oondacht. En wat een mails binnen binnenkomt voor de Kolmerkot. Kolmerkot, kom er eens even bij. Ja, even een applaus voor u, Kolmerkot. Elke keer weer moest hij opdraven. Ja, 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 braaf, braaf, braaf. Nee, dat komt, kom maar, kom maar. Ja, ja, want er wieden een heel soort inzendingen. 144 en ze wieden oerrol voort. En nou willen we natuurlijk al hier graag weten, waar zit er eigenlijk in dat pak? Nou, ik zou zeggen, Kolmerkot, doch die hollen er eens even hoor. Ja, daar is die. Uw grote zanger, uw visitekaartje voor heel Noord-Nederland en de boeten. Het is geweldig. Hille de Vries, Lietse Hille is zijn naam. Hoe je het maar deed? Ja, super. Ja. Kan beter. Koos dat een beetje vol horen in dit korte pak? Ja, wel warm, Dijkstra. Ja, wel warm, hé, ja. Maar dan hint het niks, meesken. Want we hebben natuurlijk ook prijswinnaars. En de eerste prijswinnaars, dat waren er twee. Dat waren Vrouwtje Hamersma. En die wen het volgens mij onder verschillende alleen. En dat was Henk Postma van de Bennetlaan. Maar de hoofdprijs, hè. De hoofdprijs. Nou, die moeten we maar eens twee maar even loeken, Kolmerkot. Nou, hel je maar even op. Ja, hel je maar even op. Nou, dan mag ik het uitpakken. Ik hoop net dat er wel iemand op zit. Even zien. Hier hebben we krek een hele minuut voor. Snap ik net dat ze die papieren sa. Ja, nou dat is de familie. S van de ploeg. Reigershof Tolve. En telefoonnummer staat er ik bij, maar dat zien we net, want dan willen ze al je maaien van de jong. Geweldig, de hoofdprijs. S van de ploeg, Reigershof Tolf, die heeft het wond. Is die hier? Nou, kom hier maar eens even. Kom maar even bij mij. Kom maar even bij mij. Ja, mee mij wel even mij. Mee mij wel even mij. Oh, dit is mooi. Ik nog tussen het publiek. Nou, kom hier eens even. Dus doof wist dus dat Lietse Hille, dat die dat wie. Nou geweldig, gefeliciteerd hè. Nou ik, gefeliciteerd. En voor die is de hoofdprijs. En die steert daar hè. Kaper Johan, hou hem eens even omheeg. Die grutte. Even zien dat hij dat kan. Ja, geweldig. Dat is de hoofdprijs. En die mag je maar zo mijn huis te nemen. Even een applaus voor de winnaars. En hoe is het voor voornamen? Van de ploeg. Ja, maar de voornaam? Marieke. Marieke van de ploeg. En die heeft het wond. Maar haar hele familie. Nog een groot applaus. Marieke en Mem van de ploeg. En Lietse Hille, die komt verderop in het programma weer waarom. Want die wil aan zijn wasjongen, maar net met het korte pak, jongen. Bedankt. Ja. En dan gaan wij terug naar de voorstritten. Want daar zitten op het terras Jasper en Lutske. Nou, dat binnen oude bekend hier in het dorp. En we zullen eens even jaren wat die alle weer te bepraten hebben. Meeske loopt toch niet zo hard. Hé, joh, maar duurt dat weer lang met mij vandaag. Ik heb altijd die dezelfde doof met die hard Mercedes, ik met die hard stak. En dat gaat makkelijker dan ik. Ja, nou, dan weet je zo'n ding, hè? Daar gaat het even om. Nou, bestel eerst maar wat drinken, maar ik kom recht van de dust. Nou. Ja, jongen. Even zitten. Breng ons maar even wat drinken. Geef mij maar even een sinaasje. En doe maar een bakje koffie niet. Een jong slokje had ik daar niet. Een jong slokje? Ja. Nou al, weet toch wel hoe laat het is? Meisje, wat zegt u dat de zeun? Ik betaal het jonge slokje van mijn eigen AOW centen. Kom nou. Ja, dat is ook mijn AOW. Dat heeft wel in de gaten zeker, ja. Hè? Ja, nou jongen, laat die fles maar staan en dat komt met de rest. Zo. Even rustig zitten. Dit is nou een plakje bij je. Even rustig zitten. Ja, dit is wel een mooi plekje. Dat geeft alle. Ik red me voor je. Bedankt jongen, hè. Ja. Nou, ik ben even een sinaasje. Nou, wat hebben we hier nou? Hoe zouden we even hier, wat is dit? Oh, heerlijk, heerlijk. Hier even, dit is een koude brommerclub. Nou, je
dat is toch mooi dat jou op Robbeke weer even zien. Ik vind dat geweldig hoor. God, jongen, ik ben kom zuiver even. Nou, het verdorie die tweede al. Dan moest hij de Superman, dan gaat hij hem heid achterna. Die is ook maar 85 geworden. He, dat ik er al even. Moeite dan nou steeds met meisje. Ja, we hebben moeite met door Super. Hier. Proost. Ja, proost. Nou. Jongen, jongen. Het supermarkten hier in Kool nummer 1 of 2 waren, maar we hebben er wel 25, man. Ik word er door het boord van. Ja, maar dan praat ook met iedereen. Dan praat je met Hollanden. Dan ben je nooit verder als Kool op weet. Oh, nee? Nee, dat kent die mensen niet eens. Ik heb laatst met mensen praat met boeren met Kool nummer pomp. Wat wist er nou eigenlijk? Ja, nou, dan heb je nooit verder dan nooit. Dan ben je het dorp hier dan nooit uit mee. Nee, omdat ik vandaag nooit het dorp uit maak. Natuurlijk wel, dan maak je wel uit. 5 euro'tjes krijgt met die buske en dan maakt dan krijgt 2 slokjes van kopen. Nou, dat is ook meer dan genoeg. Meer kist ook niet hè, dat heeft wel deur toch? Dan hoest 2 en dan donderst er wel op. Wat zie je toch al die tegen mij aan de schoppen, meisje? Nou, dan ben je hetzelfde als je hem heet. Dan ben je wel dik 40 jaar bij elkaar en zit nog te zeur. Die heeft een keer 3 hartelijen hier op een hassen en oorten hier in de trekvaart. Ja, nou, dat moet niet zeggen. Ja, nou, dat kent dat niet. Hier de kamer door het partij. Man, 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 ja, nou. Altijd hetzelfde met jij. Geweldig, meisje, wat mooi. Ja, ja, nou Jasper, dode relator. Ik heb het daar ja, en dan gaan wij weer verder met ons programma. Want dan krijg ik nou de 2 jongens van de voetbalvereniging. Kolm, nou kom hier maar even bij me. Geweldig, wat zie je me geweldig uit. Ja, dit is mooi. Jim hebben met aan een actie, heb ik begrepen. Ja. En die actie, die leverde nog wat op? Ja. Wat hebben jullie gedaan? Gespaard voor de voetbalvereniging. Muntjes gespaard voor de voetbalvereniging. Geweldig. Nou, dat heeft wel 100 euro opgeleverd. Veel meer. Veel meer? Nou, laat dat maar eens even zien. Oh, geweldig. 1451 euro. En het was niet zomaar 1451 euro, want ze waren de 5e van Noord-Nederland, al die winkels hebben meegedaan en de voetbalvereniging was de 5e prijs hebben jullie gewonnen. Ja, nog een applaus voor jullie. Geweldig. Bedankt. En dan gaan wij nu naar kapper Johan aan de Voorstraat. Want hij heeft bij hem Theo Leij en die komt van het activiteitenplatform Kolm. Nou jongen. Het zit nou bijna weer op voor je, maar dan kun je hem eindelijk weer in uitrusten, denk ik. Ah, dit hele spektakel zit erop, maar binnen kwart houden wij wat nice. Ja, de kalme kaas aan begint, weer de kat aan. We beginnen aan morgen met de voorbereidingen ervoor. Nou, vertel eens even wat over het programma. Wat kunnen we allemaal verwachten daar? Ja, APK. Dat we dit hier net weer wat nice op programma hebben. We hadden dit hier voor de Oregard, daar hebben we een scootmobiel op programma staan. Oh, nou, dan kunnen we wel een opgeven, want ik wil wel meedoen, want ik hoor er ook bijna bij. Maar heeft u wel een scoot? Nee, maar ik krijg een van die toch? Ik denk dat toch beter op een van die feestavonden komen, Kist. Dan heb ik 2 feestavonden. Nou, dat maar, is ja. Daar zullen we die oude meesten gewoon aan het krijgen. Oké, okay, dat denk ik toch niet. Maar Jim heeft dus, je weet wel, van feesten hier van feestmaking komen, hè? Dit jaar hebben we weer 2 sportieve activiteiten op het programma. En wat houdt het in? Maar of hebben we er iets van gemaakt? En volgens mij hebben we daar vanmorgen een heel leuk filmpje van gemaakt. Nou, dan gaan we nou eens even naar het filmpje kijken. They'll be making sure you stay amused. Hey, Jan. We zijn weer bezig, jongen. We hebben het waande. De waande? De waande van de tijdiedings voor de Kolmer Katloop. Goeie zo. Op Vreetjoen, 29 april. Hutterinnen voor Jong en Oud. Voor de prachtige green omgeving van Kolm. Hartstikke mooi.
Hoe vaak hebben we er lang onder gehad? Is het ziende keer dat we doen? Ziende keer. Ja, en het jubileum dat dragen we dit keer op aan Kika. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel Run for Life, Run for Kika. Ja, hartstikke En we stiepje de mij Piet Boelens. Ja. Piet Kolmensweeg, die heeft er een actie voor. Oh, de hest hem krijgt. Hé hey, Piet. Waar ben je voor? Ik ben aan het trainen voor de Kolmen Katloop voor Kika. Ja, ik hoor er zoiets de meesten. Ja. Ja, ja we rennen voor een internationaal onderzoekscentrum in Amsterdam. Dat willen we realiseren. Dat kost 220 miljoen euro. En we willen de overlevingskans voor Ben nou van 74% dan naar 94% tillen. Dat is de doelstelling en daar doen we het voor. Daar moet een hele prettige hulp voor komen. Ja, alsjeblieft. Succes ermee. Doe je met mij? Nou, het is wel een hele afstand. We doneren wel. Oh, nou ja, oké. Okay. Hey, succes hè. Dank je wel. Hoi. Hoi. Hey, Tini. Hey. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Hartstikke mooi. Aan het oefenen voor de katloop. Ja, ren je wel in mij? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Kom. Hartstikke mooi. Oh. Hey, hey daar dames. In training voor de kuier. De kuier? Ja, de kuier. De kuier is nee. En dat is gek wat voor jou. Oké, nou. 23 april. Oh, nee. Hey. Wat is dat dan? Heel leuk. En wij hebben precies wat er zo is. Ja, dat is wel dingen, wat zit er de vreemd tussen. Ja, dat is van wie de keier het mooist, het leukst, het vreemd verkleed loopt, die kan ook nog een prijs gewinnen. Oh, dus, ja. Ik zou zeggen, anders, geweldig. Succes met de prijs. Ja, oké. Hoi. Ja, mensen, dat is het filmpje. Geweldig, wat een mooi filmpje wie dat werd. En Roskamp, heb je wel eens bij Ja. Over. Dat filmpje hebben we handen. Want nu ben we maar situaan. Even een applaus voor Els. Goedemiddag. Maar we zijn nu met situaan terug, hè? Ja, want we willen nu wel eens even jaren. Hoe thuis liet zijn hele jongenkind? En wat voor feske hier ik alweer held? Chaka Dikki, boem boem! Hallé! Yo! Hey! 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 Langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou plots tegenkwam. Je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En we zingen Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. De mensen zijn hier gewoon oké. Achter de bar staat snelle Jabie. En die heeft er al half op. Half hand speelt op zijn drugsaccoon. Hé, het is een accordeon. Nelle kooltjes zingen liedjes. En die groeien oude tijd. Oude Karel is als Jansen. En de prins de jonge man. En we zingen. Ho! Tjakkidiki boom boom, tjakkidiki dum dee. Zing maar met ons mee, chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. De mensen zijn hier gewoon op. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Het is hier een super fijn café. Alle mensen dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Het is hier een super fijn café. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Chakkidiki boom boom, chakkidiki dum dee. Het is hier een super fijn café. Chakkidiki, alle mensen dansen hier.
en bij een goed was niet. Zakken dikkie boemboem, zakken die doodee. Het is hier een super fijn café. Zakken dikkie boemboem, zakken die doodee. De mensen zijn hier gewoon op mee. Prachtig zong, wat een applaus voor Hille, ons liedse Hille. Maar we hebben nog wat vergeten Hille, want die priers, dat wie net alleen nog natuurlijk die zuivelmand, maar dat wie ik een... Ja, we doen het Singelse deedje van Tjaki Diki Boem Boem, ah, hartstikke mooi. Nou, ik weet net als het hem heest, maar dan kiest hem al vast rond die meesten Jan, want die steen er nog. En dan kiezen ze van Joen even draaien. Kiezen ze boemen. Kiezen ze boemen. Ja, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we nou verder, meesten, want ja, dit is uw laatste uitzending, Els, hè? Ja, hier vanuit Kolm. Ja, net voor Omroep Friesland. Maar wij moeten het stokje trooi aan. En daarom is hier uw voorzitter van plaatselijk belang, Jan Barkmeijer. Gerrit, meisje, blijven komen. Dit is de man van Oldeboorn. Nou, goedemiddag, Gerrit. Krijg zij weer een stokje. Maar even, meesten allemaal hartstikke bedankt voor de belangstelling vanmiddag. We hebben 5 dagen lang enorm feest gehad op het plein. We hebben Kolm geprobeerd een beetje in het zonnetje te zetten. Alle medewerkers, iedereen die metwerkt heeft op wat voor manier, hartstikke bedankt. En dat is met name Omroep Friesland dat die dat mogelijk maakt. We vonden het hartstikke mooi, hartstikke spannend. En dan dragen we nou het stokje over aan Oldeboorn, aan Gerrit van Marm. En we wensen je hem heel veel succes, Gerrit. De stok met de kat. Ja, nou, tien dank. En we zullen er wat van maatje. Succes nogmaals. Oké, goed. Ja, dat was dan de Kolmer kat. Nou, en nou hebben we natuurlijk, we bingen net samen, dan ben je safvolle mensen. Even eer voor uw coverband gear, want die speelt het een hele tijd nog, hè? Ja, dat is tot vanavond 7 uur. Of misschien nog wel langer, wie weet. Oh, dat is een prachtig stukje muziek natuurlijk, hè. Nou, dat komt direct, want ja, we sluiten natuurlijk dit gebeuren altijd al. Mooi. Het Kolmer volkslied, daar ben ik wel een compleet over. Ja, maar van tevoren, wij dienen het... Door het voor in de dorp. Ja, wij dienen het voor ons dorp. Meesten, wat een geweldig iets. En de zangers die dat Kolmer volkslied in gehoren brengen, dat binnen Johnny en Wiesjart. En de dames binnen Carla en Duke. Even een groot applaus. En er hoort nog een man bij natuurlijk, en dat is Alen de Vries. Want hij zei, als ik net accordeon speel, dan wil ik erbij wezen. Nou, Alen de Vries, hij is jong van hem, weet je mij. En nou, en voor het, de Kolmer Blaaskapel staat Joop Bosgraaf. Een grote bekende hier in het dorp. Hij is de schreeuwer van dit hele gebeuren. En ik zou zeggen, Joop, pak hem aan, neem hem mee. Maak ze er wat moois van. In het weekend staan ze op de piepers bij je in de vaart. Ze hebben vol straat in de kruis, daar ging je niet omheen. Maar het valt dat ze dan in je draad loopt, is al iets goed en slim. Maar op de moeten staan de draad, ze voor de kruis. Ja, staan we in de kruis. Ja, allemaal! But
Was kon er boven jou? Maar kom, we zullen staan, want het is